Hallo, welkom allemaal, hier Mufti Munir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jullie weten wel, van de voorstelling en toen schiep God Munir. Het is weer Ramadan. Yee! Dat is op de eerste dag zoveel leuker dan op dag 23,5. Maar goed, de Ramadan dus. De afgelopen jaren kreeg ik er een zeer bijzondere liefdevolle band mee. Ik hield de Ramadan in het tropenjaar 2017, toen de vaste dagen langer waren dan ooit. Langer dan ooit. Maar dit jaar wil ik de Ramadan op een alternatieve manier gaan vieren. Of afzien. Of vieren. Of beleven. Of afzien. Want anders dan veel jonge moslims denken, gaat de Ramadan niet over het ervaren hoe het is om arm te zijn en geen voedsel te hebben. Mooi als je dat ook een beetje ervaart, maar daar was de Ramadan niet voor bedoeld. Het is bedoeld voor purificatie van de geest en diepe inspiratie en tijd met God of Allah, zo u wil. Het is trouwens een en dezelfde, het is gewoon het Arabische woord voor God. Dus christenen in Egypte bidden ook tot Allah, dat u het allen even weet, voordat daar weer verwarring over bestaat. Twee goden? Nee, er is één God en hij heet Ik Ben Die Ik Ben. Nu ga ik toch nog Joods klinken. Vanuit die context van purificatie, reinheid, eenheid met het goddelijke en de mensen om mij heen, dacht ik, eten kan ik laten staan. Laat ik het mezelf wat moeilijker maken. Dus, deze Ramadan drink ik geen druppel alcohol. Ja, dat wordt dus bye-bye alcohol, geen Heineken reclame, geen free product placement, want jij bent natuurlijk sowieso niet halal. Gamra, gamra, intibet kalam gamra. Voor de televisie, da, voor net da. Verder zal ik totaal afzien voor en na zonsondergang van porno. En oké, ik zal ook proberen mijn handen een beetje thuis te houden. Niks menselijks is mij vreemd, mensen. Niks menselijks is mij vreemd. Alle duidelijkheid, voor iedereen die nu totaal in de war is en denkt, wat zegt deze man allemaal? Ik ben dus christen, hè? Ik hoef de Ramadan niet te houden, maar kies ervoor dat wel te doen. Althans, in een iets gewijzigde vorm dus. Daarom zal ik ook iedere vrijdag naar de moskee gaan. En zondag naar de kerk. En vrijdag naar de moskee. En zondag naar de kerk. Ik krijg het druk. En natuurlijk ontferm ik mij gedurende vaste maand over de Heilige Koran. Don't worry people, ik heb mijn handen eerst gewassen en mezelf gereinigd na dat blikje bier. Geen zorgen, geen zorgen. U ziet dat deze Koran nog enigszins ongelezen is. Daar komt dus snel verandering in. Ik lees natuurlijk ook de Bijbel. Die is dus wel iets meer uitgeplozen. Ook een stuk dikker trouwens. Ja, je weet, protestanten houden van het woord. En in dit geval zelfs een Engelse vertaling. Verder zie ik af van alle dating apps. Dat hele Tinder is toch dik minder. En mag ik dan wel daten? Nou ja, als u mij spontaan wilt benaderen, sta ik daar wel voor open. Maar doe geen oneerbare voorstellen, alstublieft. 0681. En natuurlijk zoek de verbinding op. Bij iftars, bijeenkomsten. Laten we van deze Ramadan een nationale beweging maken. Op zoek naar alles wat hoger, dieper, wezenlijker is dan onszelf. Ramadan Karim, Mabroek Ramadan, hier was dan Mufti Munir. Voor al uw fatwa's to go.